Welkom bij de tempelgids. Wij gaan vandaag naar de Volota tempel. Die zit op het Warblers Nest, oftewel het Warblers broedplaats geloof ik in het Nederlands. Dat zien we zo. Maar die zit daar. Die moet je vanuit Ritodorp doen. Want dit is best een lange. Praat met deze mevrouw. Dit is Amalie. Niet te verwarren met Amalia. Nog een fijne verjaardag gewenst, majesteit. Ja, ze is nu een majesteit. Volgens mij wel. Of ze is een koninklijke hoogheid. Ja, dat kan ook. Dat zou ook kunnen. Ze was eerst een hoogheid. Maar nu zij officieel de kroonprinses is en toegetreden tot de Raad van State, is ze een koninklijke hoogheid. Maar daar gaat het even niet om. We praten met Amalie. Ja. Oh, Pieter. Ja, je hoort koken op de achtergrond, want we praten met een vogel. Poes is boven, dus de deur kan wel even helemaal. Ja, precies. Keel. Oh, broedrotsen. Broederrotsen. Sorry, ja. Mensen. Broederrotsen. Onthoud je ze? De broederrotsen? Broederrotsen. Ja, en het staat ook op de kaart. Het kaart staat ook straks op de kaart. Oké. Nou. Die gaan we echt online zetten. Ja. Die lijst. Dan vliegen we naar de broederrotsen. En dan zijn we eigenlijk eindelijk af van die tijd. Oh. Die moet je niet te lang doen. Nee, Amalie is een beetje vervelend. We hebben een paar dingen nodig. Ook een waaier, een korokwaaier of een... Wat heet die geloof ik? We gaan even wat bomen kappen die we erin hebben. Heb je daar niet andere bomen genomen? Misschien wel. Ja, maar we lopen in ieder geval even naar Keel. En naar de andere boom. Die ga ik eerst even. Dat is wel een hele dikke boom. Hier komt straks de tempel. Nou, nu moeten we met haar praten. Dit is Keel. Lekker vriendelijk. Grumbel, grumbel. Oh nee, het is hetzelfde één. Laat jullie rustig lezen. Als jullie willen dat ik het voorlees, dan hoef ik niet de hele tempelgids overnieuw te doen, maar dan moet ik het alleen even voice-overen. Maar laat ons dat weten. Vogeltje. Lekker kind, jongen. Dat zeg je om je eigen zusje. Ja. Maar we moeten dus zand met boter maken. Ja. Nou, ik heb al wat voorwerk gedaan. Foei foei, ik weet het. Daar hebben wij voor nodig. Zalm. Een harte zalm. Maar ik zal jullie allemaal laten zien waar je dat krijgt. Geitenboter. En tabanta tarwe. Nu gaan we even terug naar Rito. En dan kunnen jullie in de tussentijd ons vertellen wat je dit weekend gedaan hebt. Of het volgend weekend, of het weekend daarna, of 6 weekenden terug.
Ligt er aan wanneer je het kijkt. Het is vandaag 12 december. Ja. En dan moeten we even een kerstezel gaan spelen. Want het gebeurde op 12 december. Ze waren aan het rekenen. En ik was al klaar. Het gebeurde op 12 december. Maar. We gaan verder. We gaan eerst even met Amalie praten. Dat we Keel gevonden hebben. Je hoeft niet per se met Amalie te praten, geloof ik. Maar doe het voor de zekerheid wel, want dat weet ik niet zeker. Dan gaan we nu de zusjes van Keel zoeken. Beginnen we helemaal beneden. Nou, dat vlieg ik wel even hoor. Dat ga ik niet moeilijk afdoen. En daar beneden vind je ook de harde zon. Dat bedoel ik. Daarom ga ik daar eerst heen. Hier vind je een klein geel vogeltje. Die probeert visjes te vangen. Nou, dit is Kots. Ja, dat arme beest heet Kots met twee T's. Kan er ook niks aan doen. Maar? Zij gaat je vertellen dat ze een hartensam gevangen heeft. En die heb je nodig. Die vind je hier in het meertje. Kotsie die gaat nu naar de broederrotsen. Waar de zusje op de wacht. Precies. Nee, het zijn allemaal meisjes. Ja, maar zusje, Penny. Nee, dat weet ik ook niet. Dat zegt het verhaal niet. Nee, ze zijn met z'n vijf en misschien is het wel een vijfling. Omdat het vogels zijn, die zullen uit eieren zijn gekomen. Ja, dus dan is het makkelijk om er weer te... Ik geloof dat er zusje hier staat. Nee, ja, wel. Dit is Cree. En Cree, die wil ook praten. Nou, dit is dus technisch gesproken het derde vogeltje wat je vindt. Ja. Eerst Keel, daarna Kotsie, daarna Cree. Nou, het maakt niet uit in welke volgorde dit is. Nots is de oudste. Ah. Nou, zij vertelt je dus ongeveer waar de anderen zijn. En in dit winkeltje kun je ook de Tabanta tarwe kopen. Maar wij gaan naar Nots. Wij negeren heel even Jenly. Die hier staat. Maar die negeren we heel even. Want die moet je als laatste doen. Officieel wel. Tenzij je al het voorwerk hebt gedaan. Zoals jij nu. Ja. En nu wordt het ingewikkeld. Want waar is dat laatste vogeltje? Er is nog een roze vogeltje. En die zit ergens anders. En iedereen, en ik dacht heel lang. Oh, dat is dat vogeltje. Maar waarom krijg ik het dan niet af, deze missie? Nou, dat komt omdat er een tweede roze vogeltje is. Die klimt hier omhoog. Zit ze hoger. Zorg voor voldoende uithoudingsvermogen. Als je niet genoeg uithoudingsvermogen hebt, kun je op die uitsteekjes even rusten. Even rusten, dat je weer... Daarom zorg voor genoeg uithoudingsvermogen. Er zit hier een opstaand randje ergens. En er zijn genoeg regeltjes om eventjes op te wachten. Ja.
En als je goed luistert in je eigen spel, wij horen het nu niet zo goed omdat de ventilator heel hard blaast. Maar kijk, zie je die muzieknootjes? Daar is Notsy. Hallo Nots. Ik wil even met je praten. Hallo. Was het dan je niet van de berg komt? Het is een kleine radio DJ hoor. Oh, zij heeft ook de term. Ja. Dat was het. Het laatste vogeltje. Dan vangen we Lincoln even op. En dan gaan we terug naar de keuken. Waar we zo'n boter gaan maken. Voor Jenly. Ja. Die daar ook staat te wachten. Dan gaan we eerst met Jenly praten. Want zo hoor je het eigenlijk te doen. Tabanta tarwe, geitenboter en een harte zalm. En die gaan we koken. En dan gaan we met Jenly praten. Dan druk je op smakelijk en dan geef je haar de zalm met boter. Nu nog een blad. Nou, nu gaan we weer wat bomen hakken totdat we een blad hebben. Gaan we heel even naar een ander deel van de kaart. Ik denk dat we veilig hier wel... We gaan jullie heel even verlaten, voor een paar minuutjes, totdat we een blad hebben. Dat hoeven jullie niet te zien. Maar, hoeft niet. Nou, we gaan 1 of 2 bomen, duurt het langer, dan pauzeren we even. Ja. Lukte dus snel. Ja, ik heb hele mooie wapens en dan... Zo. Dan gaan we nu terug naar Rito.
om naar de broederrotsen te gaan. Ja. En waarom we een waaier nodig hebben, zien jullie zo. Negeer de tempel. Die hebben we al. Als je die nog niet hebt, kijk dan op ons YouTube kanaal voor de volledige tempelgids. Die met deze eindelijk bijna klaar is. Staan de 5 vogeltjes. Dus voordat we met ze praten, als ik het goed herinner, is het rode vogeltje Nots is de oudste, dus nummer 1. En Keeltje hier is dus de jongste en dat is nummer 5. Dat is even belangrijk, want zie je hier de rotsen. Die hebben vingers. 1, 5, 2, 3 en 4. Dus nu gaan de vogeltjes. Nou, dank je dat je het even meldt, Urbosa. Nu gaan de vogeltjes je vertellen welke volgorde je moet spelen. Twee, vier, vijf, sorry, drie, één, twee. Vier, vijf, drie, één, twee. Nou, dan pak je je waaier, je gaat hier in het midden staan. En dat is 4. En daar waai je doorheen. Kijk, dan komt er een muzieknootje uit. 5. Drie. Ja. 1, 2. En dan ben je klaar. Ja. Nou ja, bijna klaar. Waarom duurt deze ook zo lang? Klinkt je wel een beetje volwassen hoor. Een klein vogeltje die spreekt over herbergen. In het Engels is volgens Keel de laatste die bij mama is een onuitgebroed ei.
Deze is wat vriendelijker. Ja. Wat zou dit zijn? Zou dit nog een puzzel zijn of zou dit al een... Het is nog een puzzel. Niet zo'n hele moeilijke puzzel hoor. Maar daarom duurt dit filmpje wat langer dan de meeste. Ja. Omdat je wat voorwerk moet doen. Bij de meeste moet je wel wat voorwerk doen, maar... genoeg uithoudingsvermogen. En op een trap gebruik je geen uithoudingsvermogen behalve als je springt. Oh ja, ga naast. Steeds. Ja. Dan valt er hier een valluik open. Als je voor de steen gaat staan, val je dus naar beneden. Dan kun je even niet oriënteren. Dus ga naast de steen staan. Dan kun je nu oriënteren waar je heen moet. Hupsakee. Zorg ervoor dat je niet daarin komt, want dan ben je een gespieste link. In ons geval Linkel. Volgens mij vinden ze dat niet zo heel fijn. Halen. Mijn kist. Waarschijnlijk heb ik het niet nodig, maar dat zien we dan wel. Oh, die hebben we wel nodig. Die hebben we nodig. Ja. Dat is de enige kist die we echt nodig hebben. Nu kun je twee dingen doen. Je kunt het afmaken door daarheen te gaan. Of als je kisten spaart zoals Anne. Door. Ga je hierheen? Ga je het goed timen? Krijg je een vuurzwaard? En dan ga je hierheen om terug te gaan naar het vorige gedeelte. Hoppakee. Dan loop je hierheen. Kijk, hij is niet zo moeilijk als de meeste puzzels. Dit is een vrij simpel puzzeltje, recht toe recht aan. Ja. Maar je hebt ook al moeilijker moeten doen, buiten. Ja. Nou, dan ga je gedag zeggen tegen de monnik. Hallo monnik, hoe is het met jou? Je kan zelf de scène bekijken als je dat wilt. Die erbij hoort. Scène? Wat hij zegt en dat je de heldenboel krijgt en dat. Dat kun je bekijken als je wilt. Maar dat doe je dan op je eigen Switch. Oh, ik laat je dat gewoon gaan. Nee. Dan zijn we klaar voor de Volota. Ja. Dus dan weten we wat we moeten doen, hè? Doei, Linkel. Dag, Linkel.